In de wondere wereld van televisie, waar elke glimlach onder de loep wordt genomen, heeft Othanakiolo ook wel bekend als uis onlangs voor flink wat opschudding gezorgd bij zijn terugkeer bij Vandaag in Het was niet zozeer zijn scherpe pen of zijn uitgesproken mening die de kijkers in de ban hield, maar een glinsterende rijtanden die men niet eerder zo had gezien. Us, die bekend staat om zijn literaire kunsten, bleek plotseling te beschikken over een set tanden zo recht en stralend dat het de vraag opriep. Is dit het resultaat van een bezoek aan de tandheelkundige kunsten van Istanbul, of toch een staaltje van subtiele orthodontie? Kijkers thuis zaten op het puntje van hun stoel, niet alleen gehypnotiseerd door huisverhalen, maar vooral door zijn vernieuwde glimlach. Wat zit juist te knarsen met zijn nieuwe tanden, zo klonk het op sociale media, terwijl anderen speculeerden over een cosmetisch uitstapje naar Turkije. Dus, die eerder al de stad naar haar transplantatie had gezet leek nu zijn cosmetische avontuur uit te breiden naar een ei, een ontwikkeling die de verbeelding van menig kijker ter boven ging. Maar luister, geconfronteerd met de geruchtenmolen wijft alles weg als nonsens. Nee joh, wat een onzin, ik heb al anderhalf jaar een onzichtbare bugel, beweert hij, in een poging de speculaties de kop in te drukken. Een verklaring die meer vragen oproept dan antwoorden, biedt zeker gezien het scepticisme van privébaas Evert Chantegoeds en telegraafverslaggever Jordi die die hun twijfels niet onder stoelen of banken steken. Terwijl het gesprek van tanden naar sokken afdwalt met Evert's verwondering over onzichtbare sokken in drie kleuren, blijft het ware verhaal achter haar stralende glimlach gehuld in mysterie. Heeft huis werkelijk zijn toevlucht gezocht in de onzichtbare krachten van de orthodoxie of is er toch meer aan de hand?